Victor Mits. Yes. Zou jij dit biertje kunnen wegtoveren? Dit biertje wegtoveren? Harm en Kees. Yo, goed dat je kijkt naar een nieuwe Harm en Kees video. En we zijn op Slam Koningsdag en we hebben een bijzonder inkijkje voor je. Ja, want wij zijn backstage en wij gaan alles gewoon filmen wat we tegenkomen. Dus dit is wat je niet zag op Slam Koningsdag. Hierachter is het VIP-deck. Daar moeten allemaal belangrijke mensen zijn. En ik heb gehoord dat onze grote opperbaas van het radiostation er ook is. Hey, hallo! Carlo, wat vind je er tot nu toe van? Nou, kijk eens even achter je. Bizar! Jij bent natuurlijk de grote baas van ons radiobedrijf. En dit gaat zo'n fantastische goede video worden. Ja. Mag ik dan ook direct salarisverhoging? Ik ga even bier halen. Stuk komt ze juist van het podium afzetten. Hoe was het? Hoe was het? Wat zijn dit voor gekke mensen? Klopt het als ik zeg dat het een van jullie grootste optredens tot nu toe was? Ja man. Ja. Maar het is gewoon genieten als iedereen met die handjes daar staat te springen van links naar rechts. Ja, dat is goud. Even alles laten vallen jongens, sorry. Ja. Maar hebben jullie niet het idee dat jullie een paar mensen verwond hebben? Want aan het einde ging iedereen van links naar rechts. Dat kan niet goed zijn. Dat is de bedoeling, weet je? We zijn vijf jaar geleden hierin gestapt. En we zeggen gewoon, als we dit doen, dan willen we gewoon de beste shit laten zien. Ja. Dit keer zijn hun stuk gegaan voor ons, man. Ja. Oké, nog even een dingetje. Want Harm en ik zijn de hosts van de Slam Harder Stage. En wij mogen dus echt grote namen, grote DJ's gaan aankondigen. Maar we gaan het wel even wat moeilijker maken voor elkaar. Ja, want wat gaan we doen? We gaan elkaar steeds een woord meegeven dat we moeten zeggen op het podium. Jij moet nu de stage op om aan te gaan kondigen. Ik heb een woord voor je. XXL condoom. Ik denk dat hier nog best wel te doen valt. Nee joh. Jawel joh. Ja. Nee joh. Welkom voor de Galaxy. Jullie zijn toppartij geweldig. Het is ongelooflijk. Ik zie sommige mensen die hebben geen ballonnen meegenomen, maar een XXL condooms opgeblazen om als ballonnen te gebruiken. Fucking briljant. Hey, hij zat erin hè. Hoppa. Holy fuck, ik zie Jordi net met iets of zo. Jordi, wat de fuck is er gebeurd? Dit is echt een heel onhandig moment om mij te gaan filmen. Ik ben keihard tegen de stalen pijp aangelopen. Nee joh. Ja, ik weet niet of je de blauwe plek ziet. En ik ben nog maar 5 minuten binnen ook. Kus je erop? Ja, kus je erop. En dan zie je de belangrijkste vrouw van Slam Koningsdag. De vrouw die de catering doet. Hoi. Hoi. Hey, maar jij wil nog een groetje doen iemand? Ja, aan jouw moeder. Nou. Wil je er even bellen? Hoe heet je moeder? Annette. Annette. Victor Mits. Yes. Zou jij dit biertje kunnen wegtoveren? Dit biertje wegtoveren? Let op. Verdwijnen. Wat een man. Hey Annette. Ik wil graag de groetjes doen. Ja, ik bel namens je zoon. Sorry, mag je wat vragen? Ja, natuurlijk. Waar is de main stage? Moet je die kant even oplopen. Oh, dankjewel. Yo. Super chill, hey. Yo, later. Hoi. Ja, het is hier geweldig op Slam Koningsdag. Ja. Oh, Harm, je krijgt de groetjes terug. Nu is het jouw beurt om het podium op te gaan. Ben je een beetje zenuwachtig? Een beetje, ja. Kees, het woord dat jij moet gaan zeggen is Pipo de Clown mentaliteit. Ja, wat is dat nou? Wat de fuck is dat voor woord? Succes daarmee! Kan ik nog helemaal niks mee hier? Volgens Headhunters, de gasten waar je op moet letten. Die gasten, die hebben een echte Pipo de Clown mentaliteit. Want als die gaan, gaat het altijd hard. Zie je deze microfoon? Kees, ik moet wel zeggen, je hebt hem er subtiel in verwerkt. ik zag echt een gast naar me kijken, jongen. Die keek me echt aan van, wat de fuck heeft die gast op, jongen? Wie vind jij dat het beter heeft gedaan met zijn aankondiging? Laat het eventjes weten in de comments hier beneden. We gaan even verder met onze backstage tour. Dit hier achter ziet er niet uit, kijk maar. Maar hier zijn wel de belangrijkste dingen, namelijk de keuken. Hoi, mag ik meehelpen? Nee. Oh. Anne-Bor Vines hier, hoe vind je het? Gezellig, gratis drinken. Ja. Het is toch Koningsdag, toch feest vieren. Heb je nog een leuk backstage dansje? Deze? Ja. Hey, dag joh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier, jongen? We nemen die shit over, jongen. Oké, als jij even de afsluiting doet, dan ga ik even alvast weg. Oké. Dit was Slam Koningsdag 2018. Vergeet niet te abonneren, te liken, te reageren. En tot volgend jaar, bitches! Slam!